De politie heeft afgelopen paasweekend een 19-jarige stadjer gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij afgelopen vrijdagavond aan de Topaarstraat in de wijk Vinkhuizen. Bij die schietpartij raakte een 33-jarige stadjer gewond. Dezelfde avond werden al twee verdachten aangehouden, maar zij bleken uiteindelijk niets met de zaak te maken te hebben. Nu heeft de politie dus een nieuwe verdachte. Zondagavond hebben wij een 19-jarige Groninger aangehouden in deze zaak. Wij verdenken hem ervan dat hij betrokken is bij deze zaak. Nou, en wat precies zijn rol is geweest, dat moet natuurlijk blijken uit de verhoren. Maar wij sluiten er niet uit dat we nog meer mensen gaan aanhouden voor deze schietincident. De schietpartij vond vrijdagavond rond 19:30 plaats in de woning van het slachtoffer. De 33-jarige man werd erbij geraakt in zijn buik. De man was dus behoorlijk gewond, dus daar is behoorlijk wat tumult geweest daar in de woning en in de omgeving. Nou, dat is ook de reden waarom wij hopen dat de mensen getuigen zijn geweest van dit schietincident en dat deze mensen contact met ons opnemen, want wij willen heel graag weten wat hier precies is gebeurd. Het slachtoffer, hoe gaat het met hem? Het slachtoffer ligt op dit moment nog in het ziekenhuis, hij wordt nog steeds geholpen aan zijn verwondingen. De man die gewond is geraakt, is dat een bekende van de politie? We zijn natuurlijk nog op dit moment heel hard bezig met het onderzoek. Dus dat soort specifieke informatie houden we op dit moment nog even voor onszelf. We zijn natuurlijk van alle mensen aan het bekijken wat hun rol hier precies in is. En we hopen uiteindelijk een duidelijk plaatje te krijgen wat dat precies afgespeeld heeft en wat daar de redenen voor zijn geweest. De politie vraagt stadjers die meer informatie hebben of iets gezien hebben zich te melden bij de politie op telefoonnummer 0900 8844... of via Meld Misdaad Anoniem.